Maar oké, hier zit er ook eentje. Hé, deze meneer. Dat is mijn poesbeestje. Ja. Ja, kerel. Ja, en dan kunnen jullie mijn kerstspulletjes zo bewonderen. Mooi, hè? Ja. Ja. Hallo lieve vrienden, hele goede middag. Het is vandaag, moet ik even nadenken, omdat Engelse gedoe ken ik niet altijd. Thursday, dat is geloof ik donderdag, ja, want gisteren was het woensdag. 17 december alweer, en we leven om 12:47. Ik zal straks, als ik terugkom met de hondjes, ook trachten te proberen dat kerststukje water te geven. En ja, er zit een bombol in, ja. Dus, maar dat komt goed. Ik ga straks eerst lekker even met de hondjes lopen. Maar ik wens jullie ook natuurlijk weer een hartelijk welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Ja, 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 we zijn weer paraat, zeg maar. En vanmiddag zou Marie even komen, maar die heeft net afgebeld, ja. Die heeft barstende hoofdpijn, ik wens haar beterschap. Ik had dat vanochtend, ik weet wat dat is. Ik loop er iedere dag mee, enkel vanochtend was het ook bij mij weer heftig. Nou, zij heeft het nu ook, maar ook durft ze niet van huis weg vanwege een lekkaartje. En er staat een vrachtwagen buiten met alle deuren open en... Zo kan ze haar poesbeestje ook niet naar buiten laten, want die is jong en nieuwsgierig naar alles wat er gebeurt. Dus ja, dan is ze bang dat ze de poesbeestje straks kwijt is, dat die in die vrachtwagen mee wordt genomen. Dat die uit nieuwsgierigheid de vrachtwagen inspringt. Kan natuurlijk gebeuren, hè. Maar oké, hier zit er ook eentje. Hé, deze meneer. Dat is mijn poesbeestje. Ja. Ja, kerel. Moet je maar spinnen, hè? Ja. Ja, maar spinnen, hè? Nou, en Rijka, die sprong net weer van de vensterbank af. En die wil niet luisteren, die is Oost-Indisch doof en gaat zo maar door. Die is best de laatste tijd knap aan het puberen iedere dag. Maar ja, dat heet met zo'n jong hondje. Hup, gaat wel de bank. Ja, want ze heeft al een paar keer een knauw gehad van Elwing, omdat hij gewoon niet wil wat Rijka wil. Ja, dan moet ze ophouden en dan wordt ze gewaarschuwd door Elwing. Dat gebeurt nou eenmaal. Maar ja... Dat kan je haar wel wijs zien te maken, van hou daarmee op, maar dan is het 5 minuten rustig en dan begint ze weer. Ja, Oost-Indisch doof, hè? Ja, Oost-Indisch doof. Ja, en dan grijpt ze naar die poten, hè? Hé? Zo naar die pootjes pakken, hè? Hé? Zo naar die pootjes pakken. Kan ik ook met mijn hand. Ik kan er enkel niet in bijten. Hé? Boef? Is je een boefie, hè? Is je een boefie, hè? Ja? Doet. Hé, boefie? Ja, pootjes geven mag ze graag doen. Maar niet in pootjes bijten, dat moet ze niet doen. En in oren bijten. Rijka. Nou, hoe mooi is dit? Kijk, dat vind ik nou lief. Ja. Nee, Rijka.
Dat moet je niet doen. Ga er dan bij liggen. Ja, gewoon lekker liggen. Maar dat doen we niet. Maar ja, oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Geniet van jullie leven. Want het duurt maar heel erg even. Ja, ik ga er ook niet verder over uitweiden. Want ik heb vandaag alweer genoeg gelezen. En ik weet genoeg. Dus ja, het is zo. Ja. Jullie moeten gewoon wakker worden en op internet gaan zoeken. Ja, en lees alles door. Ik heb al een keer eerder gezegd, corona bestond al in de 18e eeuw. Nou, ga maar verder zoeken waar ze mee bezig zijn. Ja. Ze maken jullie gewoon bang, mij niet meer, want trouwens, ik ben niet bang geweest, maar... Ga lezen, doe jullie huiswerk, zoek op internet, zoek naar alles wat ermee te maken heeft. Ook was er al een boek uitgekomen over dit gebeuren. Probeer dat maar op te zoeken en lees het. Meer ga ik niet zeggen. Ja. Ga jullie maar zwakker worden. En dan vind je het vanzelf. En je moet ook niet meelopen in die rij van die makkelammetjes die dat wel doen. Dan ben je gewoon dom bezig. Ja. Maar oké, ik zou zeggen, die moet trouwens ook weer veranderd worden, dat kalendertje van mijn mama. Donderdag. En de 17e, zei ik. Zo. Nou, leuk is dat, hè. Hier en daar zijn de cijfers wat versleten of helemaal weg. Dus. Maar ja, het is wel leuk zo'n dingetje. Ja toch, ouderwets. En trouwens, ik heb wel zoiets alweer gezien bij Big Bazaar in het hout. Dat is van hout en natuurlijk vele malen groot. Ik geloof dat het zo groot was. Ja, nou ja, waar moet je die dan neerzetten? Dat is een mooi klein dingetje. Maar oké, ik ga lekker even met de hondjes lopen, want ik krijg vanmiddag ook nog eens beeldbellen, dan moet ik op een link klikken en nog nooit van mijn leven gedaan dit, hè, wat ik nou ga krijgen op de computer. En als het niet lukken wil, moet ik eventjes contact opnemen met mijn normale mobiel, dus ja, we zien wel hoe en wat. Maar voor nu, ik zou zeggen, het is prachtig mooi weer, het zonnetje schijnt, de lucht is blauw, hier en daar bewolking. Dus ja, het komt toch goed, daar houden we toch van, die zon. Ja, het heeft ook geregend, dus ja, je moet ook een parapluutje bij je hebben of een regenjas. Dus. Maar dan heb je weer de zon en dan weer dit. Dus ja, geniet ervan en ga de natuur in, doe leuke dingen met je kinderen. Ja, herfstbladeren zoeken, maak er een leuke herfstschaal van. Ja. Hé, thuis wat te doen en je het in de natuur wat te doen. Ja toch? Nou, ik zeg lieve vrienden, geniet ze van alles. En tot later. Doei doei. Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer eventjes retour. Ja. Ik heb geloof ik nog maar één keer gefilmd vandaag of twee keer. Weet ik wel. Ik hou dat niet eens meer bij. Maar ik heb eventjes, nadat ik dat gesprek had gehad, dat videobellen, dat vergadering laat me zeggen, heb ik eventjes mijn hoofd leeg gemaakt, want ik was er best wel zenuwachtig voor. Maar het is allemaal gelukt, het gaat goed, dat ja, komt allemaal goed. En ik heb een plaatje in elkaar gezet. Na dat plaatje heb ik een video in elkaar gezet en dat is nu bezig... door dat programma in elkaar te maken. Als dat klaar is, kan ik hem weer naar YouTube inplannen. En dat komt dan allemaal ook wel weer goed. En wanneer komt hij dan meer online? Oeh, dat was de... Hoi! Heb je dat lekker tussen de troep? Maar in ieder geval, even kijken. Hug, bij de kanaal, daar. Dan komt die... 23 december online.
En het is een vlog van maandag 7 december. Ja, en dan kunnen jullie mijn kerstspulletjes zo bewonderen. Mooi, hè? Ja. Ja. Zo, brandpot. Ja, en dat zien jullie, de kast door de spiegel heen. Ja, en daar heb ik ook alle mijn lichtjes omheen. En dan de kerststal. Ik hoop dat jullie dat zo kunnen bekijken en kunnen bewonderen, want ik zie nou helemaal niks. Nee. En wie hebben we hier? Hi. Is dat onze Elwing niet? Ja, hé. En dan hebben we hier de vensterbank met mijn engeltjes en alles erop. Ja. Ik ben er helemaal blij mee. Ik hou van de kerst. Ja, dat is mijn ding. De kerst. Ja, echt wel. Ja. En wie hadden we hier? Was jij niet Rijka? Was jij niet Rijka? Was jij ook nieuwsgierig? Hé, was jij ook nieuwsgierig? Zometeen lopen, hè? Ja, zometeen lopen. Hé, dat is een gaap. Ja, ben je moe? Wat? Ja, en weer naar die poten, hè? Rijka, dat wil ze niet. Klaar ermee. Nee, Rijka. Hé, mag ze niet doen, hè? Nee, kind. Och, gussie toch. Dankjewel, lieverd. Hé, potverdikkie. Ja, hier komt ze bij mij zitten, omdat ik hem beschermen kan. Hé? Ja. En daar zit die belhamel. Hé, meisje. Maar oké, lieve vrienden. Ik ga weer sluiten, want ik moet weer met ze lopen. De vlog die is ook bijna klaar. Kijk maar naar de blauwe balk. Dat schiet ook alweer lekker op. Bijna 75%. Dus ja, dat gaat hard. En dan kan ik hem weer naar YouTube brengen. En hoe laat leven we nou? Dit is bijna 17:30. Daarna, als hij klaar is, dan breng ik hem naar YouTube. Dan laat ik hem lekker lopen. En als ik terugkom, is dat ook weer klaar. Hé, dame. Wees eens lief voor elkaar. In plaats van elkaar te bijten. Tenminste, een ander te bijten. Laat ik het zo zeggen. Ja, ik ben dikke boef jij. Ja, ik ben dikke boef jij. Ja, ik ben een dikke boef jij. Ja, dat pootje. Maar oké. Ik ben helemaal nat van Elwing. Nou ja, die was me ook aan het kussen. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen. En geniet ook met wat een ander doet. Geniet van elkaar vloggen en films enzovoort. En geniet ook van de televisie, want RTL 8, ik maak even reclame wat niet mag, maar dat doet er even niet toe, er is zoveel wat niet mag. Maar in ieder geval, kerstfilms, en het is bijna kerst, dus ja, geniet ik van. Ja, ik geniet van kerstfilms. En om 7 uur dan gaat hij al op RTL 8, want dan krijg je eerst het andere met dat trouwen gebeuren in het buitenland.
vertraaid, weet ik veel. Ik weet het niet. Nee, ik ken geen goed Engels, dus ja, laat maar zitten. En mijn kerststukje, ja, die wordt echt wel mooi. Die is een mooi. Ik weet niet of jullie dat zo kunnen bekijken. Nee, ik doe het morgen wel weer even. En dan gaat mijn mobiel weer met een WhatsApp. Dus ja, ik zou zeggen, vrienden, er ging er een met mand en al aan de haal. Er gebeurt van alles, want Rijka die zit weer achter Elwing aan, wat Elwing niet wil. Dus ik ga me er even mee bemoeien. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van elkaar en met elkaar. Een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. En graag tot morgen. Doei!